Buongiorno a tutti, welkom bij de opleiding Italiaanse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. Vandaag gaan we je helpen kiezen. Dus waarom zou je kiezen voor de opleiding Italiaanse taal en cultuur? Wel, ons team staat klaar. In de chat hebben jullie Ilse Mulder, studenten die al jullie vragen gaat beantwoorden. En ook Chiara van Leeuwen, die straks ook een korte presentatie gaat geven. Ikzelf ben Carmen van den Berg, docent. En we hebben ook hier onze studiecoördinator, mevrouw Ellen Polman. Zo, zijn jullie er klaar voor? Ik ben dus Carmen van den Berg. Ik ben docent moderne letterkunde en ik hou me bezig met modernisme en avant-garde. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar zoals jullie zien, ik heb hier een voorbeeld gezet. Dus op deze foto zien jullie een gedicht. Het lijkt misschien geen gedicht, het lijkt een beetje op een trein. En het heet ook Treno in Corsa. Nu, wat je daarvan moet onthouden, dat ga ik nu niet zeggen, maar in mijn colleges geef ik dus daar les over. Maar waar ik ook les geef, is over dichters en boeken enzovoort. Ik ben natuurlijk niet de enige docent. Er zijn ook docenten die bezig zijn met taalvaardigheid, die leren jou goed spreken en communiceren. En er zijn ook heel wat native speakers onder de docenten die ook bezig zijn met linguistiek en cultuur. Nu, het belangrijkste vandaag is dat jij goed kiest. En hoe ga je nu goed kiezen? Wel, een tijdje geleden, toen ik zelf ook nog moest gaan kiezen om te studeren, had ik heel veel interesses. Van ballet tot opera, piano, podiumkunsten. En ik had natuurlijk ook een talent voor taal. Heel moeilijk voor mij, want ik had heel veel opties. Maar ik wilde wel van mijn passie mijn baan maken. En hoe doe je dat nu? Wel, ik ben heel hard gaan graven. Ik ben gaan zoeken. Ik ben eerst in mezelf gaan kijken, wie ben ik, wat kan ik goed. Ben mijn cijfers van op school gaan bekijken, wat zijn mijn sterktes, wat zijn mijn zwaktes. En kan ik goed zelfstandig studeren, want dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je ook echt goed met materie om kan. En dat moet je natuurlijk ook heel leuk vinden. Het is geen vast gegeven. Van je 16 tot je 26 evolueer je zo sterk dat het eigenlijk soms wel interessant is om je opties open te houden. Nu, een academische opleiding biedt net een sterk diploma. Je houdt je opties open, je bent breed geschoold en je bent ook heel interessant voor de arbeidsmarkt. Dus één tip voor jou is, schrijf alles neer, denk goed na, maar praat ook met heel veel mensen die misschien al een studiekeuze gemaakt hebben of die al in het werkveld staan. Nu, waarom kies je voor Italiaans? Italië is natuurlijk een land met een rijke geschiedenis, cultuur, een mooie taal, lekker eten. Er zijn duizenden redenen om Italiaans te studeren. Maar ja, wat kan je er ook mee? Nu, ik geef hier kleine voorbeeldjes. Ja, Parchi, die heeft bij ons Italiaans gestudeerd. Hij is uitgever geworden en hij staat aan het hoofd van de Dikke Van Dalen woordenboeken. Gabriella Sanchisi, een ander voorbeeld. Zij is particulier secretaris van Hare Majesteit Koningin Maxima. Nu, ik wil niet zeggen dat je met een opleiding Italiaans in het Koningshuis terecht gaat komen, maar je ziet, er zijn heel wat mogelijkheden, heel veel verschillende paden die je kan bewandelen. Zo kan je ook schrijver worden. Maar, zoals we ook gezien hebben op ons alumni-event, kan je in de sales terechtkomen, in de vertaalbranche, je kan lesgeven, je kan IT-consultant worden, onderzoek gaan doen, dat is ook heel interessant, enzovoort. Nu, hoe ziet ons studieprogramma eruit? Heel eenvoudig, je hebt 3 jaar, telkens van 60 EC. Het eerste jaar is vrij inleidend. Je hebt een mooie mix tussen taalvaardigheid, letterkunde, taalkunde en cultuurkunde. En dat ligt vast voor iedereen. Vanaf het tweede jaar kan je dan verder gaan verdiepen. En in het derde jaar mag je je eigen accenten leggen. Je kan nog verdiepen in een vak dat je echt leuk vindt. Of je kan net gaan verbreden door iets anders te kiezen in je minorruimte. Daar gaat studiecoördinator Ellen Polman straks iets meer over vertellen. Nu, het volledige programma kan je online vinden op onze e-studiegids. Hier zie je een voorbeeldje. Je kan op de vakken klikken. Je kan kijken naar wie dat vak geeft. Je kan informatie opzoeken over inhoud, docenten enzovoort. Dus zeker een aanrader om daarnaar te kijken. Nu, ik had het al over onze 4 pijlers. Wat is nu taalvaardigheid? Wat is nu taalkunde, letterkunde en cultuurkunde? Je wordt natuurlijk Italië-expert en dan moet je deze 4 domeinen goed beheersen. Hier zie je bijvoorbeeld een slide over taal en taalvaardigheid. Je herkent de pastagerechten wellicht, maar hoe spreek je dat nu uit? Onderaan zie je de gnocchi en bovenaan zie je de tagliatelle al ragù. Geen spaghetti bolognese, want dat bestaat niet.
En je moet dus in deze taalcursus geen voorkennis hebben. Er wordt niet verwacht dat je al Italiaans spreekt, maar je gaat wel zien dat je heel snel vooruit gaat gaan. Je leert spreken, je leert communiceren en na 1 jaar tijd heb je echt wel een behoorlijk niveau Italiaans bereikt. Het gaat van heel basis tot zeer gespecialiseerd. In de laatste jaren ga je ook echt economisch taalgebruik en heel gespecialiseerd taalgebruik kunnen gebruiken. Je schrijft zelfs je academische scriptie in het Italiaans. Nu, wat is taalkunde? Taalkunde houdt zich bezig met waar komt het Italiaans vandaan en waarom zijn Italiaans, Frans en Spaans zo verwant met elkaar? Dat is natuurlijk omdat zij tot éénzelfde taalfamilie behoren en vanuit het Latijn komen. En daarboven nog eens vanuit het Proto-Italisch. Daarom is het ook opmerkelijk dat Nederlands, Engels en Duits zo gelijkaardig zijn. Zij behoren tot de Germaanse taalfamilie. En onderaan zie je ook een bolletje draad, spago. Daar komt het woord spaghetto van. Dat leer je allemaal bij de taalkundevakken. Nu, wat ga je leren bij literatuur? Hoe zien bijvoorbeeld de Italiaanse gedichten eruit? Hoe klonken die eerste Italiaanse gedichten? En wie is Dante? Wie is Manzoni? Waarom worden zij de vaders van het Italiaans genoemd? Je ziet hier ook 2 afbeeldingen. Assepoester ken je wellicht, maar wist je dat zij eigenlijk uit Italië komt? En die serie van L'Amica Geniale, de geniale vriendin die nu op tv komt, wist je dat dat van een boek gemaakt wordt van Elena Ferrante? Wie is ook Elena Ferrante? Dat zijn allemaal dingen die we bestuderen tijdens de klasse Italiaanse literatuur. Tijdens mijn vak, La Tradizione Novellistica, zie je bijvoorbeeld hoe verhalen door de eeuwen heen evolueren. Een assepoester, dat noemde ik al als voorbeeld, die is voor het eerst opgeschreven geweest. Dat verhaal is voor het eerste keer neergeschreven in 1634 door Giambattista Basile. Daarna is het verhaal ook bekender geworden door de versies uit het Frans en het Duits van Perrault en de gebroeders Grimm. En dat is maar 1 voorbeeld. Maar je kent ook de gelaarsde kat. Misschien ken je dat van Shrek. Maar ook dit is een figuur uit een Europees sprookje. Ook hem, ook die kat, is voor het eerst in Italië neergeschreven. Met de titel Costantino Fortunato. Dat zijn allemaal dingen die we gaan bestuderen. Maar dan is er ook nog het vak cultuurkunde. Wordt allround expert van Italië. Hoe kijken Nederlanders naar Italië? Hoe kijken Italianen naar Nederlanders? Zijn er niet heel wat stereotypen en clichés die we zouden moeten doorbreken? Wie zijn nu die Italianen? Is het waar dat ze allemaal luidruchtig zijn en altijd te laat komen? Dat is natuurlijk niet zo. Dus om een grondige kennis te hebben van een land, moet je ook dienstcultuur en dienstbevolking leren kennen. Dat doen we ook jaarlijks samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij organiseren een groots event, Italy Today, waar we dus spreken over bilaterale akkoorden. Hoe gaat het nu met Italië? Is het waar dat zij een sterke economie hebben in het noorden en een zwakke economie in het zuiden? Wat zijn de akkoorden met Nederland? Wist je dat Italië en Nederland bijvoorbeeld samen de founding fathers zijn van de Europese Unie? 1 van de 5 landen. Enzovoort. Dus de academische bachelor is heel wat. Heel wat studie, heel wat theorie en zeker deze 4 pijlers. Nu, het is niet enkel studeren. Een groot deel is ook doen. Dus je kan ook dingen in praktijk gaan omzetten. We hebben bijvoorbeeld Ilja Leonard Pfeiffer geïnterviewd samen met de studenten. Dat is 1 voorbeeld van wat wij doen met onze studie. We maken ook een tentoonstelling. We worden jurylid van een literaire wedstrijd. We recenseren een boek. We maken contact met regisseurs of zetten een eigen filmset op. In het vak Literatura e Cinema bijvoorbeeld. We gaan ook op studiereis. Daar zal Chiara later iets meer over vertellen. We duiken in de archieven. We doen interviews naar de lokale dialecten. We doen echt aan hoog universitair academisch onderzoek. Hier zie je bijvoorbeeld 2 studenten die voor een camera leren pitchen. Zij gaan hun roman pitchen voor een groot publiek. En wel bepaald voor schilders. En die schilders die hebben deze romans dan verwerkt in een creatief project. En ze hebben daar een tentoonstelling van gemaakt. Nu laat ik graag het woord aan mevrouw Ellen Poorman. Zij is coördinator van de studies. Alsjeblieft. Dank.
Ik ben coördinator bij, studiecoördinator bij de opleiding Italiaans. Ik heb zelf ook Italiaans gestudeerd en dat heeft mij een hele mooie tijd bezorgd en een hele mooie vorming ook bezorgd. Als studiecoördinator ben ik werkzaam ook bij andere opleidingen. En wat ik doe, en dus ook voor de studenten Italiaans, is advies geven aan studenten tijdens de studie. Allerlei vragen die ze hebben, keuzes die ze willen maken. Maar ik ben er ook voor mogelijke aanstaande studenten zoals jullie om vragen te beantwoorden over hoe de studie in elkaar zit, combinatiemogelijkheden, et cetera. Buiten deze presentatie ben ik dus bereikbaar voor allerlei vragen per mail of eventueel per telefoon. Het punt waar ik iets nader op in zal gaan is de zogenaamde vrije keuzeruimte. De vakgebieden zijn gepasseerd. Het eerste jaar is een jaar waarin je een grote basis legt op die vakgebieden. Daar liggen de vakken ook vast, dus daar is geen keuze. In het tweede jaar is er eigenlijk ook minimale keuze, maar in het derde jaar komt de mogelijkheid om eigenlijk meer richting te geven aan je eigen belangstelling of interesses. Dat kan vooral door de vrije keuzeruimte. Dat is een half jaar aan studie. En daar zijn verschillende mogelijkheden om die keuzeruimte in te vullen of op te vullen, hoe je het wil noemen. Om te beginnen zijn er minoren, dat zijn voorgestructureerde pakketten die de Universiteit Leiden aanbiedt. Dat zijn er tientallen. Dat kan een pakket zijn uit de faculteit Geesteswetenschappen, bijvoorbeeld op een aanpalend gebied. Je kan van een andere taal of cultuur de nadere aspecten bestuderen. Maar je kunt ook journalistieke nieuwe media, Europese Unie-studies, intercultureel en management doen. En dat zijn zaken die met zo'n pakket heel erg anders zijn dan je bij Italiaans doet in principe. Maar die in de combinatie met Italiaans kunnen maken dat je kunt voorsorteren op een master of op de arbeidsmarkt. Er zijn, zoals ik al zei, tientallen minoren binnen de Universiteit Leiden, maar je zou eventueel ook een minor van een andere universiteit kunnen doen als je daar iets van je gading kan vinden. Bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit, waar je voor economie een minor kunt doen. Maar er zijn ook andere minoren bij de Universiteit Utrecht of Amsterdam, waar je voor kunt inschrijven en voor in aanmerking kunt blijven komen. Een andere mogelijkheid om die keuzeruimte in te vullen is een stage. Stage is niet verplicht, het is een keuze. En er zijn verschillende studenten die dat graag willen doen en ook daadwerkelijk een stage hebben gelopen. Die hebben bijvoorbeeld stage gelopen bij de Italiaanse ambassade, bij de Nederlandse ambassade in Rome, bij ministeries, bij allerlei instellingen van onderwijs of communicatie of bedrijven, Italiaanse bedrijven in Nederland bijvoorbeeld. Dat soort mogelijkheden zijn er als je dat wil en daar kun je dus ook een deel van je studie mee opvullen. Een andere mogelijkheid is het zogenaamde buitenlandverblijf. Je kunt één semester, dus een half studiejaar of zelfs een heel studiejaar als je wil, naar het buitenland. Nou, in ons geval is dat over het algemeen Italië waar studenten dan naartoe gaan. Chiara zal daar straks nog iets over zeggen. En je kunt daar aan een Italiaanse universiteit colleges lopen, tentamens doen en op die manier vakken zeg maar inbrengen voor het programma hier. De andere mogelijkheid is een individueel pakket waarbij je niet een vorige geplaveid pad bewandelt, maar waar je zelf keuze maakt uit allerlei vakken en dat tot een pakket smeet. En dat moet natuurlijk wel dezelfde omvang hebben van zo'n half studiejaar en dat in kan brengen als deel van je
programma bij de Bachelor Italiaans. En waarmee je kunt kwalificeren, nogmaals, voor een bepaalde master of een bepaalde stap op de arbeidsmarkt die je wil gaan zetten. In de E-studiegids, waar ons programma, zoals net mevrouw Van den Berg al zei, in staat, staan ook de Leidse minoren allemaal. Dus daar kun je ook gewoon eens een keertje gaan kijken om je een idee te vormen. Terugkomend op het studeren in het buitenland. Italië is daar nogmaals het meest voor de hand liggend. Maar je kan eventueel ook naar andere landen als je dat wil. In het kader van Erasmus-projecten. Er zijn verschillende steden waar je naartoe kan. Zoals je hier ziet. En er zijn ook verschillende studenten die die kans hebben aangegrepen. Het is in principe voor elke student mogelijk om naar Italië een half jaar te gaan. Een semester. Dit is nu op dit moment een lastig probleem vanwege corona, maar zodra dat weer mogelijk is, kunnen studenten hun studie verder uitbreiden en perfectioneren door zo'n studieverblijf. Als je met Italiaans begint, werd al gezegd, je hoeft niet de taal al te beheersen. Je wordt begeleid om zo snel mogelijk, zo goed mogelijk in het parcours van de studie te komen en de inhoud van de vakken tot je te kunnen nemen. Je zou na 1 jaar de propeduizen kunnen halen. Dat zijn 60 EC's, studiepunten. Er is alleen één regel en die geldt voor de hele Leidse Universiteit. Je moet wel 45 studiepunten behaald hebben aan het einde van het jaar om verder te kunnen. Nou, dat is 75% en dat is een eis waar studenten als ze serieus studeren ook aan kunnen voldoen. Na die bachelor, die je dan afgerond zou hebben, is de kroon toch een master. Een master waarbij je nog meer je eigen interesses en je eigen belangstelling vorm kunt geven. Er zijn masters die een directe toelating hebben voor Italiaans. Dat wil zeggen, dat zijn de masters taalkunde of letterkunde met de track Italiaans. En waarbij je dus verder gaat en meer verdieping gaat aanbrengen in wat je in de bachelor hebt gedaan. Maar er zijn ook bredere masters, bijvoorbeeld journalistiek en nieuwe media, international studies. Dus in die zin zijn er mogelijkheden om ook een andere kant qua master op te gaan. Dan is het vaak wel, als je naar die bredere masters gaat, een kwestie van al eerder voorsorteren daarop door middel van de invulling van de keuzeruimte. Of de keuze van een minor of extra vakken. Wat draagt nou het meest bij volgens onderzoek hier aan onze faculteit om de grootste kans te hebben om een zo snel mogelijk een baan te vinden die bij jou past en die aansluit op jouw niveau van de studie? Nou, dan is dat sowieso een masterdiploma, dus die kroon waar ik net over had. Stage kan daarbij heel erg helpen. Verder allerlei andere academische of niet-academische werkervaring, commissies die studenten hebben gedaan. En het geheel van academische vaardigheden dat je inbrengt na een afgeronde studie. En dat zijn dingen die van belang zijn en waar je tijdens je studie ook al aan kunt werken. Je kunt ook allerlei extra vakken en extra minoren of extra dingen doen om op die manier je bagage zo groot mogelijk te maken voor die stap naar de arbeidsmarkt. Welke voorbereiding werkt nou bij het kiezen van een studie? Heel goed nadenken, hè? Mevrouw Van den Berg heeft al gezegd, met mensen praten, je informeren. En we hebben ook nog buiten deze presentaties die deze dagen gegeven worden, in de week van 23 tot en met 27 november, de zogenaamde Webinar Week, met allerlei korte colleges en presentaties. En daar kun je je verder oriënteren. En verder is het altijd mogelijk, zoals ik al eerder heb gezegd, mij als studiecoördinator te mailen en verder een gesprek aan te gaan. We zijn makkelijk te vinden online op allerlei manieren. Dus daar zou ik je ook graag naar willen verwijzen voor verdere informatie.
En ik wil nu graag de ervaring van Chiara als student voor het voetlicht krijgen. Ja, buongiorno a tutti. Mi chiamo Chiara en ik ben een masterstudent van Italiaanse taal en cultuur. En ik wil graag mijn ervaring vertellen over mijn bachelor in Italiaanse taal en cultuur. Ik zal eerst vertellen wat mijn band is met Italië. Ik ben echt al vanaf jongs af aan ga ik elk jaar naar de camping bij het Bolsena-meer, samen met mijn hele gezin. En op een gegeven moment had ik dan de leeftijd van 15, 16 en begon ik ook Italiaanse vrienden te krijgen. En zij waren niet super goed in het Engels, dus ik moest wel een beetje communiceren met ze. En ik heb dan Italiaanse woorden en Italiaanse zinnetjes toen al op de camping geleerd. En ik heb nog steeds contact met ze. En op een gegeven moment kreeg ik ook een Italiaans vriendje. Dus toen ging ik echt een paar keer naar Rome toe vliegen. En ben ik echt in die cultuur ondergedompeld, zou ik maar zeggen. En wat helemaal hielp is om na mijn middelbare schooldiploma voor een jaar au pair te zijn in Genua. Dat zien jullie daar ook, Genua, in het Italiaans. En daar heb ik op 3 Italiaanse kinderen gepast. En het was echt een superleuke ervaring, want ik moest wel Engels tegen ze praten. Dus ik kon niet Italiaans met ze oefenen, maar zij praten natuurlijk nog best wel Italiaans onderling. En ik kreeg ook de kans om lessen te volgen aan een school. Dus ik heb daar mijn B2 niveau gehaald op de school Il Mondo in Genova. En ik kreeg ook Italiaanse vrienden daar. En het was gewoon superleuk om daar gewoon heel veel mijn Italiaans te oefenen. Want je woont echt in Italië en dan ben je echt gewoon in de cultuur zelf. En ik had ook de kans om in de weekenden heel veel te reizen. Dus ik ben echt naar Turijn, naar Florence, naar Pisa, naar Val d'Aosta. Echt super veel plekken bezocht. Wat natuurlijk superleuk is om dat als beginnende Italiaanse leerling te doen. En mijn reden dus om Italiaans te studeren was dat ik de cultuur ook echt zo leuk vond om het dus ook echt aan de universiteit te doen. Dus in het begin van mijn jaar als au pair heb ik besloten om te studeren aan de Universiteit van Leiden, dus Italiaanse taalcultuur. En ik heb vooral Leiden gekozen omdat ik denk dat het een heel mooie stad is. Het ligt centraal gelegen, het is dicht bij zee, ook dicht bij Den Haag. Je kan eigenlijk overal heel snel naartoe. En een vriendin van mij die studeerde al voor een jaar. Dus die had al ervaring met de studie en die was super positief. Dus toen dacht ik, het lijkt me gewoon super leuk om naar Leiden te gaan. En ik zal je ook een beetje vertellen over de ervaring met de studie zelf. Ik vond vooral het taalvaardigheidsvak heel leuk. Want ondanks dat ik al Italiaans kende toen ik begon met studeren, vond ik het alsnog heel interessant aangezien meneer Odelli super enthousiast was over zijn ervaringen in Italië toen hij jonger was en ook gewoon de dagelijkse aspecten van Italië vertelde aan ons. Dus het was gewoon heel interessant hoe hij met zoveel passie over zijn land, zeg maar, praatte. En wat ik ook gewoon heel leuk vond is dat aangezien we een beetje kleine studie zijn, vergeleken met bijvoorbeeld studies zoals rechten, we zijn misschien met 20 studenten ongeveer, is het gewoon heel leuk dat je zoveel contact hebt met je medestudenten, dat niet echt overal in elke studie is, maar ook met de docenten, want zij hebben zoveel aandacht voor je. En als je een vraag wil stellen, dan kan dat gewoon, wat ik gewoon heel erg fijn vond, want daar heb ik vaak behoefte aan. Ik wil toch even voor de zekerheid weten of ik het wel goed doe. Dus dat was heel erg fijn. En wat ik de leukste vakken vond, zijn toch wel de geschiedkundige vakken. Zoals Italia Oggi, wat helemaal in het Italiaans gegeven wordt. Maar dat ging ook over de Italiaanse politiek. En in het eerste jaar cultuurkunde. Maar als je niet van geschiedenis houdt, moet je, hoef je geen zorgen te maken. Want het zijn de twee enige vakken die over geschiedenis gaan. En daarna ben ik dus mijn minor gaan doen in geschiedenis. Dus dat, het was gewoon super interessant. En ik heb uiteindelijk mijn scriptie geschreven ook over de aanslag op Bologna in 1980. Dus zoals jullie wel horen, vond ik geschiedenis helemaal leuk. En vooral de Italiaanse geschiedenis natuurlijk. En dan gaan we natuurlijk nog naar het leuke deel. Want ik ben ook op studiereis geweest vorig jaar. En dat was in midden september. Zijn we met de Universiteit Leiden naar Udine geweest. Hebben we daar geslapen, maar hebben heel veel plekken bezocht. Ook met studenten van de Universiteit Leuven. Dus het was super goed, want dan kon je een beetje netwerken. Kon je dus andere studenten leren kennen. En Italiaans gewoon met hun over hebben hoe het voor hun is om Italiaans te studeren. En hoe dan hun ervaring is dan natuurlijk aan de universiteit daar. En wat de verschillen zijn. En we hebben zoveel dingen gedaan, want er waren dan 2 groepen gemaakt. De taalkundige groep en de letterkundige groep. Ik zat dan bij letterkunde, dus we hebben bijvoorbeeld
Het graf van Pier Paolo Pasolini, een beroemde Italiaanse schrijver die we al tijdens onze studie hebben leren kennen, hebben we dan bezocht in Casarsa. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de lekkerste tiramisu in Tolmatzo geproefd. Maar andere Italianen zijn dan weer, die zijn het er daar niet mee eens, want die denken dan weer dat de tiramisu dan ergens anders weer lekkerder is. Dus dat heb ik dan alweer gehoord. En we zijn ook naar een plaatsje geweest waar we dan bijvoorbeeld hebben geleerd hoe ze daar bier maken. En echt in zo'n bergendorpje, dat was superleuk, heel karakteristiek. En we hebben ook lessen gevolgd aan Scuola Superiore, wat een soort van hogeschool is. Waar je echt goede cijfers moet hebben gehaald. En de docenten daar met vol enthousiasme een paar lessen hebben gegeven. Dus dat was super interessant, die hele studiereis, maar ook vooral heel gezellig. Want we hebben ook gewoon steden zoals Trieste en Venetië bezocht. En het was een week lang. En na die week ging ik gelijk terug, ging ik naar Bologna toe. En heb ik daar Erasmus gedaan. Van september tot en met begin februari. En ik heb daar heel veel geluk gehad, want ik had een huis gevonden op 5 minuten loopafstand van mijn universiteit. En ik zat met 4 Italiaanse studenten in een huis. Dus dat was superleuk, want ik werd gewoon gedwongen om Italiaans te praten natuurlijk met ze. En als ik soms woorden niet wist, dan konden ze het gewoon heel makkelijk vertellen. En ik heb samen met andere vrienden, heb ik met hun echt elke week hebben een avond georganiseerd waarin we met z'n allen aten. Dus soms was het een Italiaans gerecht, soms een Nederlands. En ik had zelfs iemand leren kennen uit Honduras. Dus dan hadden we een Honduras gerecht gemaakt. En zo moesten we met z'n allen in het Italiaans praten. Dus dat was super handig natuurlijk, want je wordt gewoon gedwongen als je daar bent om dat te praten. Daarnaast heb ik natuurlijk aan de Italiaanse Universiteit in Bologna gestudeerd. En dat was heel erg wennen. Het was super leuk, maar wel heel anders dan op de Universiteit Leiden. Je bent met Italiaanse studenten en Italiaanse docenten en het was gewoon heel erg interessant. Maar de examens die gaan wel anders, want je hebt daar meer mondelinge examens. Terwijl het in Nederland meer schriftelijke examens zijn. Maar dat was juist daar wel fijn, want dan kon je vertellen dat je dus een Erasmus-student bent. En hier was er toch wel ergens rekening mee, ook qua cijfers. En ik heb alle vakken daar gehaald, dus ik heb geen studievertraging opgelopen. En ik ben gewoon in 3 jaar afgestudeerd. Dus ik vond het gewoon een superleuke ervaring. En ik heb daar ook heel veel Italiaans gepraat en ook weer rondgereisd. Met vrienden zijn we zelfs naar Palermo gegaan in Sicilië. We zijn naar de dichtstbijzijnde steden, dus in Ravenna, Verona, Modena. Maar ik heb ook oud en nieuw gevierd in Rome. Dus het was echt een superleuke ervaring. En mijn Italiaans is denk ik heel erg verbeterd daardoor. Dus ik zou het iedereen aanraden. En dat was mijn presentatie. Zijn er dan verder nog vragen? Zijn er middelbare scholen waar je Italiaans les kan geven? Er zijn heel weinig, er zijn er een paar. Het zijn er niet veel waar je Italiaans les kan geven. Dat is dus niet zoals Frans of Duits of Spaans of zelfs nu Chinees. Dus dat is niet de meest voor de hand liggende weg als het om onderwijs gaat. Wel zijn er veel particuliere instituten. Er zijn de culturele Dante Alighieri-verenigingen waar Italiaans gegeven wordt. En dat zijn dus mogelijkheden tot lesgeven. En volksuniversiteiten ook, hè? Volksuniversiteiten, ja. Ja, dat bedoel ik eigenlijk met particuliere instituten, dus volksuniversiteiten, ja. Is het mogelijk om Italiaans bijvoorbeeld te combineren met een andere studie of om het als keuzevak te nemen? Dat is denk ik ook een typische vraag voor mij als studiecoördinator. Om even met het laatste deel van de vraag te beginnen. Het is inderdaad zo dat je het als keuzevak kan doen. Het is mogelijk om Italiaans met een andere studie te doen. Er zijn ook wel andere studenten die dat doen. Maar we raden dat niet aan om dat vanaf de eerste dag te doen. Om eerst met 1 studie te beginnen en dan de tweede daaraan bij te bouwen. En op die manier zeg maar meer ervaring eerst in te brengen in het studeren voordat je een te zware last op je gaat nemen. Het kan eventueel, het is een kwestie van goed plannen en overleg. We hebben in de chat ook Ilse Mulder, die normaal gezien aanwezig is. En zij heeft 2 studies gecombineerd. Dus zij heeft ook eerst propedeuse gehaald in 1 richting en dan pas een 2e studie erbij genomen. Want het is toch wel hard werken, hè? Ja. Je mag het niet onderschatten. Maar het is zeker mogelijk. Het is mogelijk, maar het is inderdaad hard werken. Ja.
Zijn er nog vragen? Moet je Italiaans kennen voordat je met de studie begint? Dat is al even gezegd. Hè? We beginnen in principe op nul. Er zijn soms wel studenten die al voorkennis hebben. Nou, dat heb je gezien bij Chiara. Die kunnen soms daardoor ofwel versneld door het programma heen of hele mooie hoge cijfers halen. Dus dat is ook iets prettigs. Maar je hoeft geen voorkennis te hebben. En we hebben in het verleden diverse studenten gehad die geen voorkennis hadden. En hele goede resultaten halen. Dus je wordt op het pad van de taal van nul naar een hoog niveau begeleid in alle colleges. En het is zeker mogelijk zonder voorkennis hele goede resultaten te halen. Vooraleer dat we naar het derde jaar buitenland verblijven, was er ook een vraagje voor Chiara. Ja, die derde vraag, daar kan ik ook op antwoorden voor Meijer. Want die Meijer die doe je dus ook deels eigenlijk in het buitenland. Want ik heb dus vakken van geschiedenis ook gevolgd in het buitenland. Dus je moet een soort van gecombineerd pakket eigenlijk maken. En ik heb dus een paar vakken gekozen dat voor mijn minor is in het buitenland. En dus een paar vakken in Nederland gevolgd. En dan maak je dus samen een heel pakket. Maar dan kan, ik weet niet of mevrouw Pomman nog iets toe te voegen heeft. Ja, dan wordt het een individueel pakket. Maar het kan dus heel goed dat je die dingen combineert. En je kunt ook altijd een minor extra doen als je dat wil. Dus het een hoeft het ander niet uit te slaan. Je kunt en een buitenlandverblijf en een minor en een stage als je dat wil. En dat kun je allemaal door elkaar heen vleggen. En als je heel goed bent in plannen, kun je nog binnen de tijd blijven, maar dat wordt lastig. Maar je kunt dat ook in extra tijd eventueel doen. Ja, die minor is net bedoeld om net heel hard te gaan verbreden en om je keuzes in Italië of in Nederland te doen aan de universiteit dat je zelf wil, in de faculteit die je zelf wil. Dan is er nog een vraagje voor Chiara. Ja, wat ik dus wil gaan doen na mijn studie en welke kant mijn studiegenoot op gaan. Dat is best wel lastig altijd, want ik weet niet precies waar ik terecht wil komen. Maar ik weet sowieso dat ik wil proberen om in Italië te gaan wonen en daar werk te gaan vinden. Nu is dat natuurlijk best wel lastig met deze situatie en ook dat de economische situatie in Italië niet heel goed is. Maar ik weet dat ik daar echt gelukkig ben en dat ik gewoon de typische Italiaanse dingen echt heel vrolijk van word. En daarom was mijn bedoeling eigenlijk ook om in februari tijdens mijn master stage te gaan lopen bij de Nederlandse ambassade in Rome, zoals mevrouw Pomman had verteld. Maar helaas kan dat dus niet doorgaan. Dus ik hoop dat er misschien in de zomer weer een plek vrij is. Dat ik dan mijn scriptie heb geschreven, maar alsnog ingeschreven blijf bij de universiteit. Zodat ik alsnog kan proberen om daar stage te gaan lopen. Want dat zou natuurlijk supergoed zijn voor mijn cv. En zo niet, dan wil ik denk ik toch een jaar gaan werken in Nederland om geld te gaan verdienen. En dan een master in Italië te gaan proberen. Gewoon om te kijken of het leven daar me echt leuk lijkt om daar alleen te wonen, een opleiding te volgen. En misschien dat ik daar dan toch een soort van stage kan lopen en ergens binnen kan rollen. Het liefst zou ik denk ik in een bedrijf willen werken, misschien een Nederlands bedrijf dat dus contact heeft met Nederland, maar wat wel dus in Italië zit. En welke kant mijn studiegenoot opgaan? Ja, het is best wel lastig om te zeggen, want dat weet ik niet echt precies. Ik zit nu dus net sinds twee maanden in een nieuwe master. En ik heb niet superveel contact met die studiegenoten. Niet hierover nog, welke kant ze opgaan. Maar ik weet dat mijn studiegenoot voor mijn bachelor, die moeten nog een scriptie afmaken. Maar die willen ook graag naar Italië en misschien ook nog daar gaan studeren voor een master. Dus we willen gewoon allemaal richting Italië gaan, omdat vooral daar onze passie ligt. Ja. Maar wij hebben natuurlijk wel een goed zicht van waar onze studenten naartoe gaan. En wij kunnen eigenlijk wel zeggen dat studenten zoals Chiara en in het algemeen studenten die heel gepassioneerd zijn en goed studeren, die komen eigenlijk heel snel op hun pootjes terecht. Na het indienen van je masterdiploma vindt eigenlijk 90% van onze studenten na een paar maanden eigenlijk al een job, een baan. Sorry, je zegt baan in het Nederlands. Verder, moet je veel Italiaanse boeken lezen? Daar ga ik misschien op antwoorden. Eigenlijk is het zo dat je in het eerste jaar college krijgt Italiaanse literatuur in het Nederlands. Zo ga je de Italiaanse literatuur in je eigen taal bestuderen. Dus als daar fragmenten of hoofdstukken aan bod komen uit de Italiaanse literatuur, dan lees je die in het Nederlands en die worden ook toegelicht in de colleges. Er is wel een vak in het tweede jaar, dat heet
capolavori moderni, daar ga je wel een selectie moeten maken en 2 à 3 Italiaanse romans volledig lezen. En daar ga je aan werken en presenteren. Maar er is heel veel begeleiding, dus je moet ook geen angst hebben dat dat heel moeilijk gaat worden. Want literatuur is maar een klein onderdeel van de hele studie. Nu, als je eigenlijk zegt van literatuur, dat is toch niet zo mijn ding, dan kan je in het derde jaar ook meer accenten leggen op taalkunde of op cultuur, als je dat liever hebt. Hoeveel contacturen heb je per week? Dat zijn er ongeveer 14, 16 per week. De taalvaardigheid is vrij intensief in het eerste jaar vooral, maar ook nog in het tweede jaar. Dat is namelijk per vak 6 contacturen. Normaal gesproken heb je 2 contacturen per vak. Maar dat is wat ongeveer de norm is. Is deze studie makkelijker met voorkennis van de Latijnse taal en cultuur? Om te beginnen is het zo dat je geen Latijn gehad moet hebben op school om met deze studie te beginnen. Als het hier gaat om voorkennis van de Latijnse taal en cultuur, dan weet ik niet of daar het schoolvak mee bedoeld wordt, of iemand die al Latijnse taal en cultuur hier aan de universiteit studeert. Het is in ieder geval zo dat makkelijker, het blijft een andere taal, het Italiaans ten opzichte van het Latijn, dus je gaat echt een heel andere taal leren. Maar als je enige tijd met het Latijn bezig ben geweest, dan ben je gewend aan al die lastige grammaticale structuren. En in die zin is het dan wel makkelijker, omdat je vrij snel door kan hebben hoe het in het Italiaans werkt. Dus het helpt wel, maar het maakt niet dat mensen die geen Latijn hebben gehad niet ook op een heel goed niveau kunnen komen. Ja, en ook de woordenschat, die komt misschien ook wel terug. Het helpt natuurlijk. Maar het hoeft niet. En dan spreek je na de studie vloeiend Italiaans. Ja, dat denk ik zeker wel. Je haalt een C1, C2 niveau na het derde jaar. Dus je kan niet enkel goed spreken, je kan ook schrijven. En je schrijft je scriptie in het Italiaans. Nu, ik zou dat graag aan Chiara willen vragen. Spreken je medestudenten vloeiend Italiaans? Ja. Want ja, ik kan dat natuurlijk wel zeggen, maar ik denk dat iedereen inderdaad wel vloeiend Italiaans spreekt. Het ligt natuurlijk ook aan in welke mate en hoe vaak je het spreekt. Maar zoals ik al zei, je hebt best wel veel activiteiten. Ook de studievereniging. En waardoor dus ook bijvoorbeeld Italiaanse studenten af en toe op uitjes mee kunnen. Of met online film kijken. Dan kan je af en toe met Italiaanse studenten praten. Dus het ligt er aan met hoeveel activiteiten je dus meedoet. Maar ik over het algemeen wel zeggen, zonder heel arrogant te zijn, dat ik wel vloeiend Italiaans spreek. Ja. Hoeveel verplichte contacturen zijn er en worden colleges bijvoorbeeld opgenomen? Ik wil Italiaans met een andere studie combineren. Die contacturen heeft Ellen Polman al gezegd. Nu met corona worden er eigenlijk best wel wat colleges opgenomen, net om iedereen een handje te helpen. Het zijn moeilijke tijden, niet iedereen kan altijd naar de faculteit komen. We bieden wel lessen on-campus aan. Dus we komen ook wel zeker voor de eerstejaarscolleges wekelijks samen om te doseren in groep met de juiste afstanden en met de maskertjes, met de mondkapjes. Maar we nemen ook heel veel colleges op, net omdat het voor iedereen een beetje lastiger is nu. Maar dat wil niet zeggen dat we dat na corona ook zo gaan doortrekken. Dat weten we nog niet. Het is wel zo dat we nu een hele technologische omslag hebben gedaan. Wij docenten zijn ook hands-on beginnen experimenteren met Teams en Skype en al die technologische dingen. Het kan wel zijn dat er heel wat materiaal dat we nu hebben opgenomen, dat ook wel beschikbaar blijft, hè, op Blackboard en Brightspace. Er is nog één snelle vraag die we voor het eind kunnen stellen en beantwoorden. Vanaf wanneer zijn de colleges in het Italiaans? Het begint in het Nederlands, in het eerste jaar, in het eerste semester. En er komt steeds meer Italiaans bij. Deels al in het tweede semester van het eerste jaar. En vanaf het tweede jaar zijn alle colleges in principe van de opleiding Italiaans in het Italiaans. En daar wordt naartoe gewerkt in het eerste jaar om dat mogelijk te maken. En dat is dus het
antwoord op de vraag. Het is zeker mogelijk. Wel, dank jullie voor het kijken. Als er natuurlijk nog vragen zijn, kan je ons altijd e-mailen. Kan je ook via onze website, onze blog, via onze Facebookpagina. Maar ook nu via de chat met onze studenten. Stel al jullie vragen en we antwoorden daar heel graag op. Kom ook eventueel naar de pre-classes in januari. En hopelijk was dit nuttig. Dank je voor het kijken. Dag. Tot ziens.